slachtoffer is Isabel Jacobs. Getrouwd, kinderen. Denk je dat iemand haar van dat balkon heeft geduwd? Kunnen we zeker niet uitsluiten, meneer Dijsmans. Dan zit je lang in de prostitutie. Bijna 3 jaar. Ik neem aan dat u het beroep van uw zuster kent. Hoe durf je dat te vragen? Commissaris Witse, morgen bij de TOS op Nederland 1.